La gagnante est Sarivan Venenda. Ja, ik was wel zenuwachtig. Eigenlijk op het moment dat ik mijn naam hoorde, dat ik had gewonnen, dacht ik wel, oké, ik moet rustig blijven ademen. En even een diep in- en uitademen voordat ik begin met praten. A trophy as a team player, you never win it on your own. So I would like to share this one with my own golden team. Op het WK in Frankrijk maakte Sari veel indruk toen ze de ene na de andere moeilijke bal tegenhield. Van Veenendaal alert! Ze werd toen al uitgeroepen tot doelvrouw van het toernooi. En nu is ze dus zelfs uitgeroepen tot beste keeper van de wereld. Nu win ik een prijs helemaal alleen. Dus dat is wel anders dan dat je een prijs wint met je team. Maar ja, hij is wel net zo bijzonder natuurlijk. Want ik heb er heel hard voor gewerkt en ik vind het heel leuk dat, dat ik deze prijs krijg en dat mensen mij de beste vinden. De prijs voor beste keeper was er de afgelopen jaren alleen voor mannen. Maar Sari is blij dat hij er nu dus ook voor vrouwen is. Ik kreeg eigenlijk alle vrouwelijke keepers kregen juist heel veel positieve commentaren. En zeiden mensen van dit was echt het toernooi van de keepers. Nou ja, en dat is natuurlijk wel heel leuk dat het meisje eigenlijk wat nu op de straat aan het voetballen is. Die kan de droom hebben om beste speler te worden, maar die kan nu ook de droom hebben om beste keeper te worden. As the goalies, we have showed great at the World Cup. There are like many, many role models now. Ja, ik hoop dat we de positie van keeper hiermee weer wat extra in de picture hebben gezet. En dat er ook heel veel meisjes zijn die zeggen, nou, ik vind het juist heel leuk om die verantwoordelijkheid te nemen. En ik ben niet bang en ik ga op doel staan. En je kan dus ook nog de beste worden, dus dat is wel heel bijzonder.